Beste inwoners van Zuidplas, ja, u heeft gisteren onze minister-president gehoord. Heel, heel voorzichtig krijgen we iets meer vrijheden. Maar hij zegt er ook wel duidelijk bij dat het een beetje afhangt hoe we het met elkaar de komende tijd gaan doen. En dat herken ik en dat deel ik. Want ik ben ontzettend blij dat het onderwijs weer open kan. Basisonderwijs al open is en nu ook weer. Heel voorzichtig weliswaar, maar toch de eerste stappen worden gezet om onze jeugd ook naar de middelbare school te kunnen sturen. En ik ben blij voor een deel van onze ondernemers dat ze weer iets meer mogelijkheden krijgen om open te gaan. En hoewel het allemaal nog heel voorzichtig is, laat het wel zien dat we op weg zijn naar de uitgang, naar het licht. En dat met deze prachtige lente nu op komst. Maar we moeten... En we kunnen elkaar daar ook ontzettend bij helpen. Want ook bij ons, zeg ik erbij, is in de gemeente het cijfer van de aantal besmettingen, positieve besmettingen, de afgelopen 2 weken weer gestegen. En zeker nog niet gedaald. En dus roep ik u allen op om het onze middenstanders en straks hopelijk ook onze horeca mogelijk te maken. Om open te gaan door u wel goed te houden aan die basismaatregelen. Hè? Die maatregelen waar ook de minister-president het gisteren over had. Van schud geen handen, was die handen heel vaak. Hou alsjeblieft die afstand tot elkaar. Met de Engelse en andere varianten komt nog belangrijker dan het in de afgelopen maanden al was. En blijf alsjeblieft thuis als u klachten heeft en laat u testen. En blijf dan ook thuis. En denk niet even, ik moet die boodschap nog doen. Nee, vraag uw buurvrouw, buurman of een naaste om dat even voor u te doen. Want als we dat nou met elkaar volhouden, dan ben ik ervan overtuigd dat die lente ook echt de aankondiging is van meer vrijheid. En dat de vervolgende stap kan zijn dat we weer iets op onze terrassen van de horeca kunnen doen. Dat onze ondernemers dus weer iets meer lucht eruit krijgen. Dat we misschien iets meer weer kunnen doen rond opening van winkeltijden. Want ik hoop daar zo ontzettend op dat we wel die kant op gaan. En ik geloof er ook in, want ik geloof in de vaccins die komen. We gaan in onze eigen gemeente ook een priklocatie krijgen. En ik geloof ook dat we het samen met elkaar kunnen. Dus hou nog even vol, zou mijn oproep zijn.